Maar Saskia, wat zeg jij? Voor of na kerst uitmaken? Nou, ik heb een beetje een onderzoek gedaan onder mijn vriendenkring. En alle vrouwen zeiden voor kerst. Als je het uit wil maken en je weet dat dat sowieso gaat gebeuren, dan ga je het niet meer de hele kerst door faken. En bijna alle mannen zeiden nee, dat is toch wel heel erg in die drama's. Laten we het maar over de kerst heen tillen. En dat, dat kenschetst eigenlijk ook het verschil tussen uitmaken in zijn algemeenheid. Mannen houden niet van het uitmaken. Het liefst gaan ze zich als een soort hork gedragen, waardoor die vrouw wel gedwongen wordt het uit te moeten maken. En dat maakt er nogal een verschil. Wij vrouwen vinden, ik ga nu ineens voor alle vrouwen praten. Ja. Maar als je de beslissing hebt genomen, dan kan je maar beter vlak voor, ja, desnoods vlak voor kerst. En dan weet je in ieder geval zeker dat de man aan de warme schoot van zijn moeder nog even kan uithuilen. Maar jij zegt dus dat de vrouw eigenlijk niet wil faken? Niet een kerstfeest. Nee, niet het kerstfeest. Nee. Niet op dat vlak. Nee. Maar dat is ook best, wat daarom die mannen natuurlijk, die willen misschien de pijn verzachten of zo, of over de kerst heen tillen. Althans, dat denk ik. Ik weet niet of jullie dat zo. Nou ja, misschien, je kan natuurlijk ook denken, we proberen het nog één keer met z'n allen tijdens de kerst. Misschien dat er dan één keer weer een vonk overspringt. Nou, ik zou toch wel hebben dat gevoel van inderdaad, Jezus, vlak voor de kerst is wel heel erg ellendig. Die boom staat al, de plannen zijn gemaakt, de kalkoen is ingekocht en dan, weet je, ben ik ineens weg. Wat misschien wel beter is uiteindelijk. Ja, maar het heeft ook zijn voordelen. Ik zit het nog even door. Dus ik zit het nog even uit. En dan op 2 januari... Maar bedenk dan, je dat je op 1 januari gedumpt wordt? Nee, maar januari is toch er dan? Nou ja, laten we zeggen 4 januari. En je komt erachter dat jouw vriend of vriendin die hele tijd gefaked heeft of nep gedaan. Dat is nog een veel hardere les. En januari is een veel meer eenzame maand dan december. Ja, nou ja, ik wil het beste van je aannemen. Dus laten we tegen de mannen die kijken zeggen, mocht je het willen uitmaken, nu is je kans.